Om een rare wedstrijd is het nog geworden. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Eerst zelf denk je van uh, je hebt de zaakjes goed voor elkaar en dan kun je het eigenlijk gaan uitbouwen. Maar in plaats daarvan wordt het uh, 2-1 en 2-2 en uh, wordt het uh, gewoon nog een hele gevaarlijke wedstrijd. Ja, het ouderwetse onderschatten, denken dat de buiten al binnen is? Denk het niet. Ik denk gewoon dat we iets te ver naar achter liepen en dat we een tot voorzetten konden komen. En uh, ja, met, met, met dit weer en met dit veld is dat gewoon gevaarlijk. En je moet eigenlijk verder van de goal afspelen meer druk erop houden. Wat we de eerste helft heel goed deden. En dat lieten we de tweede helft een beetje na. En Dan, dan vallen ballen verkeerd en ja, dan krijg je goals tegen en penalty tegen. En dan staat 2-2. Ik denk dat het soms ook een beetje wat meer geluk had. Dat hij wel misschien 3-4 voor kunnen staan al. En dan is het helemaal voorbij. Maar nu ja, geeft de tegenstander toch weer hoop om terug te komen. En met waar dat hij een beetje geluk bij de tweede paal kwam. Maar als ja, hij hem goed binnen. Dan zijn 2 uh, voor nog wel. Maar dan is één goal weer genoeg. En uh, ja, dan krijgen ze zo'n penalty. En dan uh, staat weer gelijk. En dan kun je weer van vooraf aan beginnen. En, dat is niet wat je wil als team zijn en toch gebeurt dat en ja ik denk toch ja je kunt het blijven halen dat we toch wat uh, verzwakken dan als 2-0 staan en dat je dan uh, ja, eigenlijk moet je dat voorkomen maar ja ook het is natuurlijk ook een beetje met pech en geluk dat heeft ook mee beetje, een beetje te maken maar ja, uiteindelijk kun je dat ook voorkomen denk ik en, en, en dan, dan wordt het 2-2 en dan zie je ons weer een beetje aanzetten en dan uh, uiteindelijk win je hem dan nog gewoon maar ja, je kan het jezelf toch een stuk makkelijker maken denk ik ook ja. Ik hoop niet dat het instelling is of dat het verslapping is want dat is geen goede zaak. Maar gewoon donderdag in de koker. Ja, dat, uiteindelijk draait het daarom. En dus zijn uh, we blij dat we gewonnen hebben. En uh, kun je hier weer een streep onder zetten. Ja, toch een uh, memorabele avond voor jou. Weer 90 uh, minuten na een uh, lange weg. Uh, vorige week al uh, die invalbeurt tegen Manchester United. Uh, het begint weer op de lijk allemaal. Ja, inderdaad. Uh, dit, dit is fijn voor mij. Uh, hoe meer minuten, uh, uh, des te beter voor mij. Want dan kom ik, kom ik weer terug in mijn ritme. En dan word ik weer sterker van. En dan komen de automatismen weer terug. Dus uh, ja, ik ben hier heel blij mee. Ja. Ja, en het is niet uh, speelminuten gunnen. Ze hebben je nu ook echt uh, nodig. Maar is afgevallen, jij uh, klopt aan de deur. Nou ja, het, het is ook, ik, ben, ik ben goed bezig en ik weet waar ik mee bezig ben. En ook een beetje op, op de lange termijn. Het is niet van uh, het moet nu gelijk. Maar ja, uh, als ze me nodig hebben, dan graag natuurlijk. En uh, vervelend voor Andres, uh, Davy is nou geschorst. Dus ja, dan kreeg ik weer een kans. Ja, dat is voor mij alleen maar mooi.